het accurekje te monteren bovenop het accukapje, halen we eerst deze vier schroeven los. Deze schroeven zitten vast met een Inbus 25. Plaats het accurekje op zijn positie. Dit accurekje is te bestellen in onze webshop en is beschikbaar in twee kleuren, mat en glanszwart. Dit is de matte versie, maar is dus ook in het glans. Je zet hem op dezelfde plek vast als waar je net de schroeven hebt losgehaald, alleen gebruik je hiervoor andere schroeven die iets langer zijn. Bij het accurekje worden vier schroeven meegeleverd en die kun je gebruiken voor het monteren. Maar denk eraan, deze schroeven zijn wat te lang en hebben een scherpe punt, waardoor je kans hebt dat je de kabelboom raakt en die zit onder het kapje. Ik zal het even laten zien. De kabelboom loopt onder deze speednut en wat dus vaak gebeurt is dat de schroef er te ver in wordt gedraaid en dat die door de kabelboom heen gaat. En dat kan je voorkomen door hem of minder ver in te draaien of door andere schroefjes te gebruiken. Wij doen het laatst. Kapje even terug. Accurekje op zijn plaats. Ik gebruik dus vier andere schroeven. Die zijn iets korter en ook wat dikker. Zet alle schroefjes eerst even losjes vast, zodat het accurekje goed op zijn plek komt te zitten. Dan draaien we nu alle schroeven nog even extra aan. Dat was alles. Het accurekje zit op zijn plek en de montage is ontzettend eenvoudig. Wil jij dit accurekje nou ook? Hij is te bestellen in onze webshop en zeer scherp geprijsd. In het glans en matzwart, dus kan je mooi matchen met de rest van je accessoires en sierdelen op je Vespa. www.scooterproducten.com. Snelle levering en uit voorraad leverbaar.